Nou, verder hebben we aan de linkerzijde van de boot nog het schapen revalidatiecentrum van Giethoorn. Deze schapen die hier lopen, die waren vroeger namelijk allemaal lam. Ja. Jawel, maar dan is het niet zo grappig meer, hè? Linkerzijde van de boot heeft u café-restaurant Van Varen. Dat is bekend van de film in 1958 opgenomen door Bert Haastra. Nadat die film is gemaakt is Giethoorn erg bekend geworden hier. En is Giethoorn toeristisch geworden. On the left side you have a cafe restaurant that's famous about the movie in 1958. Who was the movie made in Giethoorn, and after the movie was made in Giethoorn become touristic, and so the first tourists came to Giethoorn. So he become famous. Links hebben we nog een leuk winkeltje met aan de achterzijde het Duikersmuseum. Dat is vrij optreden. Daar kun je veel dingen bekijken wat ze uit het water hebben opgedoken. Dat is een leuk museum over een dorp. Dat is dat ingerichte Beulakken heette dat. Dat het lag naar Giethoorn. Dat is in een overstroming in 1776 onder water gekomen. Dan kun je dan dingen bekijken die ze hier vroeger uit het water hebben gevonden. Nou, je hebt links nog een Torsus in de kerk, die is in 1871 gebouwd. Die gaan ook wel als mensen trouwen gebeurt dat hier traditioneel met een punter. Dan ligt er een komt het bruidspaar traditioneel in de punten hier naartoe gevaren. Dan liggen er allemaal bloemen op de boot en dan gaan ze daarna weer het huwelijksbootje in als het ware hier op traditionele manier. On the left side you have a church is built in 1871, it's a Baptist church. And if you have a wedding here it happens traditional by boat. There's a wooden boat on front, traditional with many flowers and decoration on the boat. And then the people who get married they get punting around on traditional way to Giethoorn. On the right side you see a statue of Albert Mol. He was a famous actor. He played in a movie that was made in 1958 here. Yeah. En ze zeggen wel eens als je Albert zo ziet. Nee, we hebben een klein dorp. 900.000 bezoekers per jaar.
Voorbeeldarrangementen, maar ik zeg altijd, we kunnen natuurlijk gewoon op maat maken wat u leuk vindt. Okay. Nee, maar dan heb je een beetje het idee wat het zo kan worden. Ja, we hebben een hele fijn beeld zo verkrachtig. Kan ik anders gaan naar binnen allemaal. Hier staat het ontvangstbestofje. Ik ga net op de oefenzaal. Ik ga
Wow, pepperoni. Smoking.